Mag ik een poging wagen om erachter te komen waar je aan zit te denken? Wat je op je bucketlist hebt staan? Tuurlijk, dat mag. Ja? Oké. Datgene wat je nu in gedachten hebt, is dat iets waar je op dit moment mee bezig bent? Qua interessegebied? Ja, dat klopt. Ja, ja. En jij bent best wel observatief, maar ik heb het idee dat je ook heel erg geïnteresseerd bent in dit hele gebeuren. Als je hier aan zit te denken, dan voel ik ook heel erg dat je interesse hebt in bijvoorbeeld de geluidsman, de cameraman. Ja, dat klopt, ja. Staat op jouw bucketlist dat jij muziekvideo's wil produceren? Ja, dat klopt. Wat de fuck? Goed gedaan, man. Oh, wat grappig. Hoe kan die? Net alsof je hem al kent of zo. En dan sta je net een paar seconden bij iemand. Ja, man, echt. Ik vind het zo bizar. Hoe kan dit? Hij is gewoon echt top, man. Echt serieus. Beeld je in dit item uit je bucketlist, wat je nu in gedachten hebt. Ja. En beeld je vooral in dat je het actief aan het doen bent, oké? Okay? Ja. Oké, ik zie volgens mij een activiteit. Mm-hmm. Heb je dit misschien een keer gehoord van een vriendin of zo? Of? Ja. Ik zie actie en spanning. Staat op jouw bucketlist om nog een keer een helikoptervlucht te maken? Ah, ja! Ja, echt! Ja, echt! Ja, echt! Ik dacht, dit ga je niet raden. Dit ga je niet raden. Nee, ik snap niet hoe het mogelijk is. Ik serieus niet. Ik weet niet hoe het mogelijk is. Mag ik proberen erachter te komen waar je aan zit te denken? Ja. Dit is iets wat je nog niet vaker hebt gedaan. Jawel. Jawel, hè? Ja. Het heeft met een hobby van jou te maken. Ja. Frits, volgens mij ben jij een visser. Nee. Nee, joh. Vissen vind ik helemaal niet leuk. Meen je? Nee, ik vind er niks aan. Heeft dit met koken te maken? Vind ik ook niet leuk. Meen je niet? Nee, joh. Schoonzwemmen. IJshockey. Ik geef het op. Fietsen. Fietsen? Dat staat op je bucketlist? Nee, dat staat wel iets wat met fietsen te maken heeft natuurlijk. Ik wil heel graag de Stelvio nog eens een keer fietsen. Een hele hoge berg die in de Giro altijd zit. Oh, je bent een wielrenner? Ik ben een wielrenner. Ah, kicken. Oké. Okay. Ja, ik kan het niet altijd goed hebben. Wat zo yoga. Haha, dat vind ik ook leuk. Frits, leuk dat je mee wilt doen. Hier ben je. Jongens, hi hè. Oké, ik zie pupildilatatie, dus je wil de adrenaline opzoeken, de spanning. Ja. Is jouw bucketlist item Delta vliegen? Ja. Oeh. Oh my god. Gaat het? Ja. Maar hoe? Ik voelde me helemaal flabbergasted dat Victor het wist. Ik zat heel veel dingen te bedenken, maar toen dacht ik, Delta vliegt, dat lijkt me echt vet. En maak hem waar, die ja, bucketlist. Ja, voor zeker. Je het weet is het te laat. Ja, inderdaad. Hij kent mij niet, ik ken hem niet. En vervolgens weet hij het gewoon. Hoe dan? Ervaar het eindelijk zelf. Ga naar mindfucklife.nl.